Het mooiste nieuws van vandaag stond vanochtend op het trainingsveld. Andrés Guardado trok de handschoenen aan, stroopte de mouwen op en trainde voor het eerst sinds hij uitviel in de wedstrijd tegen de Graafschap. De training van de Mexicaan was weliswaar individueel, onder begeleiding van fysiotherapeut Kees van der Linden met een bal, maar dit zag er in ieder geval goed uit. En dan waren er nog slingers op de hertgang van deze studenten. Ze waren voor Jeroen Zoet als een soort van charme-offensief en misschien ook wel ter aanmoediging voor komende zondag. Want dan staat alweer FC Utrecht, u weet wel, die tegenstander die PSV gisteravond uit de beker knikkerde, op het programma. Ik denk dat het meeste denk ik al gezegd is besproken. Ik denk dat we moeten vooruitkijken natuurlijk, want we spelen overmorgen alweer tegen hetzelfde Utrecht. Dus zullen we beter voor de dag moeten komen dan gisteravond. Ja, dan heb je in ieder geval een nachtje erover kunnen slapen en een beetje na kunnen denken misschien ook wel. Of doe je dat dan helemaal niet? Natuurlijk denk je wat eraan. Natuurlijk als je verliest, ga je kijken welke punten beter moeten. Dat waren gisteren eigenlijk een hele hoop. Dan is het nu aan ons om ons voor te bereiden op zondag. En ons te revancheren. En de competitie mogen zeker geen steek laten vallen. Dus dat gaan we hopelijk niet doen. Dus we moeten ons nu gisteren vergeten en vol focussen op zondag. En zo spoedt PSV de kater weg en zijn er lessen getrokken uit de ontmoeting van donderdagavond. En dat de wedstrijd zo kort volgt op het bekerduel kan ook zo zijn voordeel hebben. PSV weet nu hoe het de strijd moet aangaan in Utrecht. Dus zullen we denk ik met hetzelfde systeem opdraven. Dus daar zullen we ons beter tegen moeten wapenen. En dat was bijvoorbeeld dat ze heel extreem compact misschien wel speelden. Ook goed uit de counter kwamen. Doe je dan daarop? Ja, ze speelden denk ik heel extreem compact. Ja. Dus denk ik ook een verdienste van hun. Ze hebben ons uiteindelijk ook bestudeerd, zoals wij hun bestuderen. Dus wij moeten toch beter voor de dag komen. Gisteren hebben we ook veel duels verloren. Bij het laagste percentage in de afgelopen 5 jaar kreeg ik mee. Dus ook in principe niet goed genoeg voor ons. Dus zondag moeten we gewoon beter voor de dag komen. Dan moeten we gewoon winnen. Bruma en de andere basisspelers van gisteravond bleven vandaag binnen. Om individueel te trainen, uit te lopen en de bekerwedstrijd te evalueren. PSV is nu uit op revanche en de vraag is of je zo'n bekeruitschakeling dan makkelijk kunt vergeten. Nou ja, makkelijk is natuurlijk makkelijk niet. Natuurlijk wil je natuurlijk ook die beker winnen. Dat is natuurlijk een hele mooie prijs. Alleen dat is nu helaas voorbij. We hebben gisteren zijn we niet goed mee omgegaan. Dus nou moeten we het afsluiten vandaag. Hoe jammer het ook is, we moeten ons focussen op zondag. Want we doen nog mee volop om de titel. We staan eerste. We mogen zeker geen punten verspelen in de titelrace. Ja, wordt het in die zin ook misschien wel een vrij cruciale wedstrijd? Ja, cruciaal is een groot woord. Alleen natuurlijk Ajax wordt tegen Feyenoord. Hopelijk zal het ook voor ons gunstig uitpakken. Maar zelf moeten wij gewoon de 3 punten pakken. Om eerst te blijven en de druk op die anderen uit te blijven voeren. En gewoon stijf nummer 1 worden. Dat is het doel, hè? Dat is het doel, ja.